Het is belangrijk dat er eindelijk een snelle en eerlijke afhandeling komt voor de gasproblematiek, aardbevingsproblematiek voor iedereen hier. Het is ontzettend belangrijk dat de mensen zich weer gehoord voelen. De politiek staat ver van de mensen af en de SP komt naar de mensen toe. Waarom ik op de SP stem? Omdat het een sociale partij is. Ze komen op voor de belangen van de burger. Ze zijn onder het volk, ze zijn voor het volk en ook met het volk. Het is de enige partij die opkomt voor armoede. Ik strijd met SP voor hogere lonen, maar ook opkomen voor mensen die dat niet durven. En als het lukt niet, nou, doen we samen. En samen lukt altijd. Samen sterk. Nou, deze woningen die zijn gewoon zo slecht onderhouden. Er is hier nooit wat gedaan. We hebben last van schimmel, we hebben last van tocht, we hebben last van de kou. En wij zijn al zo lang bezig met strijden, maar er is eigenlijk niemand die ons helpt. Tot we eigenlijk de SP vroegen om hulp en die nam ons wel serieus en die luisterde wel naar ons verhaal. Wij strijden met SP voor een betere woning. Tijdens onze buurtbijeenkomsten horen wij van heel veel mensen terug dat ze het vertrouwen in de politiek en de overheid verloren zijn. Ze spreken soms over dat hun buurt vergeten wordt. En slechts een kwart van de mensen gaat in deze buurt te stemmen. Op die manier laat je wel een ander over jouw buurt beslissen. Dus kom op, strijd met ons mee en stem 16 maart op de SP.